Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar het VWO-examen van 2022. En dit is de derde opgave. Gaat over niacine. En wil je dit examen nou downloaden? Kijk op Chemia.nl of gebruik de link in de beschrijving. Niacine, oftewel vitamine B3, is een vitamine dat belangrijk is voor je in enzymsystemen. Er zijn verschillende manieren om het te produceren uit fossiele grondstoffen. En in de eerste stap van zo'n proces wordt picoline gevormd. In de tweede stap wordt picoline omgezet tot niacine. En hier zien we de structuurformules van die twee stoffen. In de eerste stap wordt picoline gemaakt uit propanal, propeen 2, prop 2-enal en ammoniak. En prop 2-enal is een aldehyde met molecuulformule C3H4O. In deze reactie worden behalve picoline ook nog water en één andere stof gevormd. We moeten de reactievergelijking geven voor de vorming van picoline en voor de organische deeltjes structuurformules. Nou, dan beginnen we dus met propanal. Ja, die heeft een OH-groep, of een dubbelgebonden O en een H'tje. En ja, H'tjes aan C'tjes mag je weglaten, maar die hoort bij een karakteristieke groep, dus die moet je wel even opschrijven. Gaat met prop 2-enal, dus ook een aldehyde. En dan op plaats 2 een dubbele binding. Dus dat ziet er zo uit. En we hebben ammoniak, dat is NH3. Nou, die mag in molecuulformule, want we hoeven alleen de organische deeltjes in structuurformule. Nou, haatjes mag je weglaten, maar zoveel structuurformules hoef je op een examen ook weer niet op te schrijven. Dus ik zeg altijd, schrijf ze toch maar even op. Want dan loop je ze bewust even na en dan weet je zeker dat je er geen één vergeet. Nou, we krijgen dus picoline. Dat ziet er dus uit als een zesring met onderin een stikstofatoom. En dan hebben we hier een dubbele binding, daar eentje en daar eentje. En we hebben hier een CH3 groep. Nou, en dit moeten we kloppend maken. Er ontstaat ook water, dus dat is H2O. En nog één andere stof. Maar dan moeten we dus even achter zien te komen welke dat is. Eerst gaan we de C'tjes kloppend maken. En we gaan in het picoline amide, of in het picoline gaan we tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En voor de pijl hebben we er 3 en 3 is ook 6. Dus de C'tjes kloppen. Oké, dan gaan we naar de O'tjes kijken. En dan zien we hier twee zuurstofatomen voor de pijl. En in water zit er maar 1. Dus die gaan we kloppend maken met een 2. En nu de H'tjes. Moeten we eerst even naar de pijl tellen. Dan zien we hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 4. Dat zijn 11 haartjes. Dus ik heb nu 11 haar geteld. En voor de pijl hebben we 2, 4, 6, 8, 10. En 3 is 13 haartjes. En dan komen dus nog 2 haartjes tekort. Dus dat is de andere stof die ontstaat, namelijk H2. Kunnen we naar vraag 15. Niacine kan ook worden gemaakt op basis van de stof quinolinezuur, waarbij wordt gebruik gemaakt van micro-organismen. Om de productie van quinolinezuur in het micro-organisme zo hoog mogelijk te maken, hebben de onderzoekers genetisch gemodificeerde micro-organismen gekweekt. Als gevolg van de modificatie scheiden deze micro-organismen meer quinolinezuur uit. In figuur 2 is deze biosynthese schematisch weergegeven en er zijn 3 enzymen betrokken, P, Q en R. Nou, hier zien we hem. Die bacteriën, die micro-organismen gebruiken asparaginezuur als beginstof. En met enzym P wordt het omgezet in stof I. Stof I reageert naar nevenproducten, dus bijproducten, dat wil je eigenlijk niet. Want je wil dat die stof I met enzym Q wordt omgezet naar het quinolinezuur. En dat quinolinezuur dat moet uitgescheiden worden door de micro-organismen naar buiten de cel, maar enzym R zet dat quinolinezuur om naar nicotinamides. Oké, en die laatste twee die wil je natuurlijk niet. En daar gaat de volgende vraag over. Stof I wordt door enzym Q omgezet tot quinolinezuur. Stof I reageert echter ook snel en zonder hulp van enzymen tot allerlei nevenproducten. De snelheid van iedere enzymatische omzetting in dit proces wordt bepaald door de concentratie van het betrokken enzym. In de genetisch gemodificeerde micro-organismen waren de concentraties van de enzymen P, Q en R afwijkend.
Hierbij waren er twee doelstellingen. Zo min mogelijk andere stoffen dan quinolinezuur produceren. Hè, dus die nevenproducten en die nicotinamides, dat wil je voorkomen. En je wil zoveel mogelijk quinolinezuur per tijdseenheid produceren. Dus je wil wel dat dit allemaal heel snel gaat. Nou, er is een tabel en dan moeten we invullen hoe die wetenschappers de concentraties van die drie enzymen hebben aangepast. En dan moeten we aangeven of het lager, hoger of veel hoger is dan normaal. Nou, die enzym R lijkt me duidelijk. Je wil geen nicotinamines, dus de concentratie van enzym R die moet veel lager zijn dan normaal. Dus ik kruis je hier links onderaan. Je wilt een snelle productie, dus je wilt dat dat asparaginezuur zo snel mogelijk omgezet wordt in quinolinezuur. Maar je wilt wel ervoor zorgen dat dat stof I niet wegreageert naar nevenproducten. Dus je wilt dat stof I zo min mogelijk, zo kort mogelijk in de cel hebben. Dat het zo snel mogelijk doorreageert met enzym Q. Dus beide enzymen ga je verhogen, dat het sneller gaat, maar enzym Q maak je veel hoger dan normaal. Dus enzym P hoger dan normaal, zodat er snel enzym I wordt stof I wordt gevormd, maar enzym Q veel hoger dan normaal, zodat het geen kans heeft om te reageren tot nevenproducten. En dan kunnen we naar vraag 16. Alle stoffen in figuur 2 reageren in de molverhouding 1 staat tot 1. En in de figuur 2 is ook aangegeven dat een deel van het gevormde quinolinezuur de cel verlaat. Dat zie je hier onderaan. Dat quinolinezuur verlaat de cel en dat zetten de wetenschappers vervolgens om naar niacinezuur en CO2. En ze hadden een proefje met daarin 5,5 gram quinolinezuur. Dat kwam dus uit die cel en dat hebben ze omgezet naar niacine en ze kregen 3,8 gram niacine. Wij moeten het rendement uitrekenen. Nou, dan moeten we dus uitrekenen hoeveel ze werkelijk hadden kunnen krijgen als ze dat quinolinezuur hadden omgezet. Nou, daarvoor hebben we de molaire massa nodig. Dus moeten we C'tjes, H'tjes en O'tjes tellen. C7, H5 en O4. Gaan we even samen doen, want zodra er een benzeenring in zit, gaat het vaak mis. Dus tel even met me mee. Dit koolstofatoom hier. 1, 2, 3, 4, 5. En dan hebben we er nog twee buiten. 6 en 7. Dus C7. Dan de haatjes. Dit koolstofatoom hier linksonder heeft al drie bindingen. Dus hier zit één haatje. Hetzelfde geldt voor deze. Dat zijn twee haatjes. Drie haatjes. En deze twee koolstofatomen kunnen geen waterstofatoom meer bevatten. Dus dat zijn er drie plus deze hier 4 en 5. Nou, en de N en de O die zie je duidelijk zitten. Hè? Dus nou, dan hebben we, die onderzoekers hadden 5,5 gram quinolinezuur uit dat micro-organisme gekregen. En de molaire massa, die kun je dus berekenen met die molecuulformule, die is 167,112 gram per mol. Nou, dan kan je dus uitrekenen wat de chemische hoeveelheid is. Moet je de massa delen door de molaire massa en dan kom je uit op 0,033 mol. Nou, stel je voor dat het rendement 100% zou zijn, dan zouden ze van dat niacine, en op dezelfde manier ga je tellen, C6, H5 en O2, zouden ze dezelfde hoeveelheid moeten krijgen. Dus even kijken, de chemische hoeveelheid was dan 0,033 mol. In de opgave stond dat alles reageert volgens de molverhouding 1 staat tot 1. Er even bij zetten. 1 staat tot 1. Nou, met de molaire massa kunnen we dan uitrekenen hoeveel niacine ze zouden krijgen als het volledig wordt omgezet. Nou, dan moeten we de molaire massa berekenen. Die is 123,11 gram per mol. En dan bereken je de massa. Dan moet je de chemische hoeveelheid keer de molaire massa doen. Deze twee getallen met elkaar vermenigvuldigd krijg je 4,05 gram. Dat is hoeveel je zou mogen verwachten als de reactie 100% is. Maar ze krijgen maar 3,8%, dus het rendement is een 3,8 gedeeld door 4,05 keer 100%. En dan kom je uit op een rendement van 94%. En daarmee kunnen we naar vraag 17. Halverwege de 20e eeuw is ontdekt dat niacine ook kan worden toegepast als geneesmiddel.
Uit onderzoek naar de werking van niacine bleek dat het zuurrestion van niacine aan een eiwitreceptor bindt. Niacine is een zwak zuur. En in water treedt het evenwicht uit figuur 3 op. Nou, dan zien we hier dat niacine met water wordt omgezet in het zuurrestion NH3O+. De pH in de vloeistof rondom het receptoreiwit is zodanig dat er meer dan 90% van alle niacinedeeltjes voorkomen als het zuurrestion. De waarde van de KZ van niacine bij de heersende omstandigheden is 1,3 × 10 tot de min 5e. Bereken de pH waarbij 90% van alle niacinedeeltjes voorkomt als het zuurrestion. Er staat vet gedrukt, geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers. Zo'n vraag kun je verwachten in je examen, omdat we hier met pH te maken hebben en bij de significantieregels voor pH zijn een beetje anders, vandaar dat het vaak getoetst wordt. Daar heb ik een aparte les van. Nou, laten we maar eens even gaan rekenen. We gaan eerst de KZ opstellen. En de KZ is dus, ja, nou ga ik eventjes dit noteren als zuur en zuurrestion. Dus we hebben na de pijl het COO-deeltje keer de concentratie van H3O+, dus het zuurrestion keer H3O+, delen door de concentratie van het zuur. En dan moet uitkomen 1,3 maal 10 tot de min 5e. Volgens correctievoorschriften heb ik nu al een punt te pakken. Dus als je denkt van wat moet ik hier in vredesnaam doen, schrijf in ieder geval even de KZ op. Nou, 90% van alle niacinedeeltjes komt voor als het zuurrestion. Die staat hier in onze concentratiebreuk. En het zuur zelf staat in de noemer. Dus als 90% van al die deeltjes is omgezet, dan is dat is 90. En in de noemer hebben we dan staan 10. Keer de concentratie H3O+. En dan moet uitkomen 1,3 maal 10 tot de min 5e. Nou, 90 gedeeld door 10, dat is hetzelfde als 9. 9 keer de H3O+ concentratie is dus 1,3 maal 10 tot de min 5e. Dus de concentratie H3O+ is 1,3 maal 10 tot de min 5e delen door 9. En dan kom je uit op, 1,4 maal 10 tot de min 6e. En let op, die KZ is in twee significante cijfers. Die 90% is in twee significante cijfers. Dus we mogen hier voor die uitkomst van de concentratie H3O+, twee significante cijfers geven. Nu gaan we de pH berekenen. En de pH is min de logaritme van de concentratie H+. Dus 1,4 maal 10 tot de min 6e. Nou, als je dit uitrekent, dan kom je uit op 5,84 en nog een heleboel cijfers. Nou is de regel als volgt. Als de concentratie twee significante cijfers heeft, moet je deze geven in twee decimalen. Waarom dat is, leg ik uit in een aparte les. Maar deze rekenregel die moet je kennen en een dikke kans dat je die getoetst krijgt op je examen. Oké, gaan we naar vraag 18. Leg uit of de pH van de vloeistof rond het receptoreiwit hoger of lager moet zijn dan deze waarde. Kijk, we hebben uitgerekend de pH waarbij 90% voorkomt als het zuurrestion, maar in de opgave staat dat bij het eiwitreceptor er meer dan 90% is omgezet. Met andere woorden, dit getal hier in de teller wordt groter dan 90 en deze wordt kleiner dan 90. Dus die 9 hier wordt een groter getal, gaan we hier delen door een groter getal. Wordt de uitkomst voor de H3+ concentratie dus lager en bij een lagere concentratie heb je een hogere pH. Het wordt minder zuur, dus een hogere pH. Je kunt ook nog anders uitleggen, als je meer van dit zuurrest wilt hebben, dan moet je de H3+ een beetje wegnemen aan de rechterkant, want dan verschuift het evenwicht naar rechts. Dus dat betekent dat er minder H3+ moet zijn. Nou, minder H3+ betekent een hogere pH. Oké, gaan we naar vraag 19. In figuur 4 is een gedeelte van de coderende streng van het menselijk DNA weergegeven.
beginnend bij de basis met nummer 1072. De code voor het receptoreiwit begint bij de basis met nummer 1. In het weergegeven gedeelte bevindt zich het stopcodon voor het receptoreiwit. Vraag 19. Bepaal met behulp van figuur 4 het aantal aminozuureenheden in de eiwitketen van het receptoreiwit. Nou, een stopcodon kun je in BINAS opzoeken. Is in tRNA is dat UAA of het is UAG of het is UGA. Nou, we hebben hier de coderende streng, dat is DNA, dus wij moeten op zoek naar TAA of TAG of TGA. Nou, ik zie dat er meerdere mogelijkheden zijn. Ik zie hier TAA en ik zie hier TAA. Hè, dus er zijn meerdere plekken waar je zo'n stopcodon kunt vinden. Maar wat bepaalt nou ook alweer waar je moet kijken? Nou, codons die gaan in stapjes van 3. Dus wat je doet is die 1072, die deel je door 3. En dan kom je in dit geval uit op 357 1 derde. Dat betekent dat je 357 hele codons hebt. En dat dit de eerste base is van het volgende codon. Dus hiervoor zit codon 357 en dit is dus codon 358. Dan is dit nummer 359, 60, 61, 62, 63, 64. Kijken, ga ik nog goed? Ja, ik hoef al niet meer verder, hè. Dus even kijken, 359, 360, 361, 362, 363 en dan hebben we hier ons stopcodon. Dus hier stopt het omzetten naar een eiwit. Dus dan hebben we in totaal 363 aminozuureenheden aan elkaar. Oké, vraag 20. Teken met behulp van figuur 4 de structuurformule van het uiteinde van de eiwitketen van het receptoreiwit moet bestaan uit de laatste twee aminozuureenheden. Nou, dan zie ik hier bij die laatste twee aminozuureenheden zie ik staan TCT en CCT. Nou, in mRNA is dat UCU en CCU. En als ik dat opzoek in codons, dan kom ik uit op serine gekoppeld aan proline. En dit is het uiteinde, dus hier gaat hij niet verder, maar daarvoor zitten natuurlijk nog aminozuureenheden. Dus we beginnen met serine. En ja, normaal heeft serine als los aminozuur, heeft twee haartjes aan die N zitten. En dan hebben we de restgroep OH, hier hebben we een haartje en dan hebben we hier C dubbel gebonden OH. Dit is serine. Maar aan de linkerkant zit hij nog vast aan het aminozuur wat ervoor zit. Daarvoor is die H afgesplitst. En hier is de OH eraf, want deze C zit vast aan de N van proline. En proline eindigt met een zuur op het eind. Nou, proline is een speciaal geval, want die heeft hier een ringetje zitten. Zoek maar op in je BINAS. Zo, en dan heeft dit stikstofatoom heeft hier 1, 2, 3 bindingen. Dan ben je bijna klaar, maar ik wil je wijzen op veel gemaakte fouten. Deze haartjes hier, en ook deze, die worden vaak door leerlingen vergeten. Dus als je zo'n structuurformule moet tekenen van een stukje eiwit, check even goed de haartjes. Oké, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze opgave over niacine. Wil je dit examen nou downloaden of andere examens oefenen? Kijk op chemia.nl, daar vind je allemaal examens van de laatste jaren. En een heleboel zijn er al uitgewerkt als YouTube-video's. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.